En dat was later gezongen door Brigitte, begeleid door haar koor bestaande uit twee dames en één heer. Ja, misschien hoort u het op de achtergrond, misschien ook niet, maar daar wordt weer die hele grote witte vleugel hier, de Studio 3, binnengeschoven. Want hij komt er weer aan met zijn tweede liedje ditmaal. Ik heb het al gezegd, hij heeft in verschillende groepen gezongen, vele successen behaald, maar hij componeert ook. U heeft er straks eerder in dit programma gezien dat hij al een liedje had geschreven voor Maribel, maar ook voor hele andere mensen, ook voor het Songfestival van vorig jaar. Voor Juice had hij onder andere een liedje geschreven en ook voor Bernadette. Maar dan helaas voor hem niet het winnende liedje van Bernadette. Vanavond heeft hij ook voor zijn tweede liedje bijgedragen met tekst en muziek. Maar dat heeft hij samen met collega en vriend Hans Vermeulen geschreven. En ook hierbij laat hij zich weer bekken, zoals dat heet, door het achtergrondkoortje. Bestaande uit vier fraai ogende en vier fraai klinkende dames. En ik wil ze best even aan u voorstellen. Dat zijn Julia, dat is Jody, Dianne is dat en Rut. U heeft het al beneden, boven dit keer gezien. Daar ziet u hem al staan, Hans Vermeulen. Met hem samen schreef Edward Rekers het liedje. En het liedje, dat heet Zoals je je voelt, doe als je voelt. Hier is Edward Rekers. Leef met de dag, sta.